Het Elsje Vink Sanigaar College COVAP heeft vandaag 66 geslaagden afgeleverd en in de bloemetjes gezet. Directeur Angel Wallerlei Kumbangsila zegt dat de jarenlange frustratie om te studeren eindelijk voorbij is. Het is nu een moment van blijdschap voor de studenten en hun dierbaren. Eindelijk kan je uitademen, ja toch? Ja, ik ken die frustraties. Ik heb er van gehoord van zoveel studenten, maar goed. Laten we hopen dat als jullie een beetje hersteld zijn van de frustratie, een beetje onstress zijn, dat jullie weer komen studeren. Ja? Want het gaat tenslotte om je eigen ontwikkeling, ja toch? En we hebben geleerd, we laten ons niks in de weg leggen. Ook al is COVAP vervelend, ook al zijn er zoveel barrières, ook al is die praktijk vervelend. Als jij iets wil bereiken, je tapie aan, je komt weer. Ja toch? Dat is de enige manier waarop we het kunnen doen. Gefeliciteerd. Niet alleen jullie wil ik feliciteren, maar ook de mensen dicht om je heen, je gezin, hè? Je familie, je ouders, eigenlijk een ieder die je heeft bijgestaan. Wallerlei Kumbangsila zegt dat het geen makkelijk traject is dat de studenten hebben afgelegd. Het pad dat de studenten moeten bewandelen is soms moeilijker dan wat er wordt gedacht. Ik wil even terugreflecteren op de twee plekken waar de student... Je weet toch, in de zorg zeggen we, de patiënt staat centraal. In onderwijs zeggen we, de student staat centraal. Ja toch? Want jullie zijn onze belangrijkste klant. En opleiden doen we voor een deel hier in de klasse van COVAP. En voor een groot deel ook in die praktijk. En als we kijken naar hoe studenten bejegend worden, maar ook naar de kwaliteit van begeleiding, dan denk ik dat we ons grote zorgen moeten maken. Van de verhalen die ik terughoor van studenten. We leveren vandaag 66 studenten af. Er hebben 70 studenten aan het examen deelgenomen en 66 zijn afgestudeerd. De directeur zegt dat bij de basisopleiding er een groot tekort aan mensen is die zich verder willen specialiseren. 6 studenten hebben de basisopleiding tot ziekenverzorgende afgerond. 35 de basisopleiding tot mbo-verpleegkundige. 8 hebben de postbasisgespecialiseerde opleiding afgerond. 1 bij de hbo-opleiding tot health management. En 6 studenten hebben de basisopleiding tot verpleegassistent afgerond.